Wie bepaalt de koers van Bitcoin? De koers van Bitcoin is de waarde van 1 Bitcoin uitgedrukt in euro's. Maar wie bepaalt die koers en hoe? De koers wordt bepaald op beurzen, waar duizenden mensen tegelijkertijd handelen. De een wil Bitcoins kopen, de ander juist verkopen. De koers ligt daar waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Om een idee te krijgen hoe dat werkt, kijken we live mee op Bitstamp. Hierbovenin zien we de prijs over de afgelopen 3 dagen. Dus op 1 april was de koers middernacht ongeveer $244. Overdag daalde die naar $240. En sindsdien is die opgekropen tot op dit moment $254. Hier links zien we het orderboek. Het groene vlak zijn alle kooporders opgeteld. Van hoog, dus de hoogste bieding, naar steeds lager. En rechts het rode vlak zijn de verkooporders. Van laag naar hoog. Waar de groene en de rode lijn elkaar raken, dat is de koers. Is er een groen bedrag, dus een kooporder, hoger dan de laagste verkoopprijs, dan wordt de order uitgevoerd en is de prijs veranderd. Dat zien we hier rechts gebeuren. Dus de groene getallen zijn de prijzen van de hoogste biedingen. En de rechts daarvan zie je de laagste verkoopprijzen. Op het moment dat deze twee elkaar overlappen, wordt de order uitgevoerd en verandert de prijs. Dus als we kijken, zien we ook continu orders ingevoerd worden en uitgevoerd worden. Zo wordt de Bitcoin-koers bepaald. Wat merk je hier als gebruiker van? Niks. Onze software handelt voor jou op de beurs. Wanneer jij bitcoins koopt, beïnvloed je daarmee de prijs. De koers van Bitcoin wordt dus ook door jou bepaald.